Jos. Hé, hey Pierre. Wat ben je aan het doen? Water en suiker. Water en suiker? Ja. Dat is een wichelroede. Kent ze water met suiker? Dat is gewoon een stuk hout. Dat is gewoon toch een stuk hout, Jos? Ja, nee, dat is een wichelroede. Ja. Kent ze water met suiker? Ik heb binnen heb ik water. Ik heb gewoon water op de kraan. Tot dat ding maar vallen. Waarom is nee, dat? Pierre, dit is voor het grondwater. Het is namelijk zo dat ook nu, april, mei, ja. Is wat koud geweest, zomer. Maar er is bijna geen regen gevallen. Het is veel te droog in het grondwater dat je bummer deper te zitten. En hoe ben ik aan het meten? Wie deept het grondwater? Wie deept het grondwater? Wie deept het? En als ik het funks, dan begint het te bewegen. En dan gewoon vergaat graven en dan... Dan zou ze gaat kunnen graven en dan weet ze dat er grondwater zit. Maar dat gewoon is natuurlijk niet door. Ik hoef alleen maar te weten of het er is. Ja. Zou je dat ook kennen, Jos? Ja, dat moest hem zo vast. Zo, ja, wil ze eens proberen? Ja, ik wil eens proberen. Zo om. Zo, ja? Ja. Zo om? Angersom. Zo. Nee, angersom. Zo, ja. En daar? Ja. Zo. Dan geef ze gewoon een stuk druk, want ik heb de zusje het gevangen. Ja? En dan geef ze maar zeuken. Dus zo gauw als ze beweegt? Zo gauw als ze beweegt, dan moet je het komen. Ja. Zeg maar hoog, hè? Ja. Jo, laat maar gaan. Hey Pierre. Het werk wel. Heb ze water gevangen? Ik heb water gevangen. Ja. Ik wist niet dat dat was een wachtsoort. Ik zei toch dat het lukte. Ja. Ziek. Maar dan is op zich moeten gewoon doen het gaan. Oh zo, dat mag het laten. Kan ik even afdrukken. Goed gedaan, Pierre.